Jongens en meisjes, voorgelegd je met een drone gaat vliegen, is het belangrijk dat je de do's en don'ts kent, het geilen en zeilen als het ware. Do. De drone werkt op batterijen. Deze batterijen zijn lipo-batterijen. Belangrijk is dat je de batterij goed controleert voor de vlucht. Als die er anders begint uit te zien, bijvoorbeeld opgezwollen of er komen scheurtjes in, één mededeling, vlieg dan niet. Anders, boom, oploopt de batterij. In dit geval breng je de batterij naar het containerpark. Vermeld zeker dat het om een lipo-batterij gaat, anders komt deze batterij terecht in de gewone batterijcontainer. En dan is het ook boom. Maar dan maar duizend. Zo boom, 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 boom. Don't. Als je graag nog lang blijft vliegen met je drone, dan heb ik één gouden tip voor je. Probeer je vliegende drone nooit met je handen te grijpen. Want dat doet pijn. Geloof mij, heel veel pijn. Vlieg zeker nooit boven mensen. Je kan veel schade aanrichten als de drone zomaar uit de lucht valt. Dit geldt natuurlijk ook voor schaapjes, koetjes, paardjes en alle andere dieren. Als je deze tips goed volgt, word je een echte drone master.